Hartelijk welkom. Je hoort nu en zien nu vast wel dat het weer regen is. Dat klopt, de zomer is voorbij. De bomen worden hier nog niet koud, maar die worden dus wel gaan verkleuren en zo. En over een paar dagen is het herfst en die kom je vandaag vanuit als vanouds jongenseiland. Hier, kijk, hier zijn de laatste daarzo's. Ik hier lopen, zo zien jullie daar alle takken liggen. Ja, ze hebben hier vorige winter, dat hebben we al vaker weer geweest. Dat hebben jullie laten zien dat het allemaal kaal was en zo, allemaal open. En ze hebben bomen gekapt. En hier zien we nou allemaal weer allemaal struikjes in de plaats voor. Loop maar even een stukje die kant op. Nou ja, dat is trouwens ook alweer een hele tijd geleden. Bijna anderhalf maand geleden voor we laatst een natuurfilmpje hebben gemaakt. Ik dacht, ik kan het nog wel even doen nu de blaad nog aan de bomen zit. En nu nog een beetje kleurig is, zeg maar, hier in de bossen. Van Nederland en zo natuurlijk, hè. Ja jongens, kijk. We zien hier het water. Misschien kun je het wel zien. Kijk, zien jullie dat daar zo? Dat betekent regen en onweer natuurlijk. Het onweer ook gewoon, joh. Ik schrik me dood, maar klopt, het is onweer. Kijk, het is eigenlijk dan niet zo verstandig om onder deze bomen te blijven, zul je zien. Maar ja, ik blijf nog heel even en dan ga ik gewoon weg. En dan, het is gevaarlijk, want die bomen kunnen zo de bliksem inslaan natuurlijk. Hè? En dan, dan valt die onver. Maar ja, ik kijk nog even voor zover het kan, zeg maar. Hier zijn we ook al eens een keer geweest. En daar zie je een vuurtje in de wetten. Loop even een stukje verder. Even hier door de bossing heen. Ja, ja, hartstikke mooi. Wat ook vaak mooi is als het onweer, hè? Van die dikke bliksemschicht. Als je een hele goede camera hebt die in 1 seconde kan foto kan maken, zeg maar. Dan kan je die bliksemschicht. Kan je dan op foto zetten, dan, hè? Zeg maar. Dat is het heel moeilijk. Kijk eens, hier is vroeger een skatebaan geweest. Hier heb je allemaal bramenstruiken trouwens. Kijk eens. Hier ook. Er zit nog geen bramen na. Nee, hier was het zijn groen, hier zo. Zie je dat? Ja. Maar wat ik al zei, hier is vroeger een skatebaan geweest. Je ziet nog wel een paar heuveltjes van. En hier hebben ze altijd een dikke bomen in zijn gehad. Soms was het een hele goeie dat hij gewoon de regen tegenhield en zo, zeg maar. Maar nu is het verder niet zoveel meer. Kijk eens jongens. Nou, even een stukje verder. Wie weet komt er nog meer onweer, dat weet ik natuurlijk niet. Ze hadden het wel voorspeld, zeg maar. Nou, hier heb je nog meer allemaal bramen en struiken. En hier een eik, ja. Kijk, hier een soort een eikenboom. Hier heb je nog een els. Daar heb je nog een grotere els. Het gelijk ook al 50 jaar oud is. Ja, ja. Hartstikke mooi natuurlijk. En ze hebben het allemaal zo op een hoop gegooid dat ik hier niet langs kan. Dat maakt niet uit. Dat ze dan hier achter allemaal door de natuur dichtgegroeid. Er komen weer nieuwe dingen bij. Onkruid. Elsen kunnen eruit groeien zomaar spontaan. Ja, dat is best heerlijk zoals hier, zo zie je dat. Want de eerste boom is ooit een keer omgehaakt, toen een keer de bliksem ingeslagen was. Omdat het dan onveilig was, zeg maar, voor mensen die met de hond gingen lopen en dat soort dingen. Ja, ja. En het is ook allemaal mooi nog, hè. Het is allemaal nog keurig. De laadjes zitten allemaal nog wel. Kijk, en ik heb hier bijvoorbeeld al een blaad die is afgevallen, hè. Dat is een geel blaadje. Dat is van een els. En die groeien hier natuurlijk. Oké, het regent wel hard op. En het onweer ook, zoals jullie horen. Luister maar. Komt daar ergens van weg. Daar zo ergens. Daar kun je het horen. Ja. Nou, loop nog even een stukje terug. Daar kan ik niet langs helaas, anders hebben we in één keer door kunnen lopen. Maar we gaan nog even een stukje. Ja jongens. Oh, het is wel mooi, moet je kijken. Ja, ja. Allemaal dichtgegroeid. Allemaal door de natuur, zeg maar de natuur. Denk ik wel eens. Altijd, dat is het dagprobleem allemaal, hè. Ja, het is nou rustig hier, het is nou niemand. Komt door het weer, denk ik. Hier, dit was vroeger ook een pad, maar dit is echt helemaal dichtgegroeid. Maar ik kan er nog net doorheen lopen. En dat leidt naar het veldje, zeg maar. Het veldje, weet je wel, daar zo, weet je, voetballen en alles. Daar is het groene. Als het goed kan, lukt, ga ik hier langs, zeg maar. Oh ja, volg het natuurlijk ook even toe op Facebook. Via het Facebook-icoontje Facebook en Twitter-icoontje Twitter op mijn YouTube-kanaal bij SheTech23, ja, SheTech23. En abonneer me natuurlijk hierboven ook nog even en dan volg op mijn YouTube-kanaal SheTech23. Of via Zanger Robin of Robin over de natuur kun je het ook vinden. Kijk, dan ben ik nu aangekomen bij een aantal berenklauwen. Kan ik jullie wel over vertellen. Ik raak ze niet aan, want als je ze dus aanraakt, dan zeg maar, dan kan je er ziek van worden. Als je dat sap inademt. Of het sap binnen krijgt, kun je doodziek worden, zeg maar. Ja, wist ik eerst ook niet, maar die heeft mij een keer verteld dat een beetje, zeg maar,
Ik heb meer, zeg maar. Ja, ja. Weer nog levensgrote bomen hier zo. Levensgrote bomen, sorry. En daar heb ik vroeger ook op geklommen en zo. En daar kan je ook op klimmen, zeg maar. Dat doe ik nou niet meer, want dat vind ik niks aan. Nou, lopen we nog even naar het veldje toe. Zo, dat is de dulk dan. Kijk, daar zijn we. Hier allemaal brandnetels hier weer. Die blijft niet lang meer, denk ik. Kijk eens aan, dat veld overveld. Je ziet hier de lucht, een beetje donker daar zo. Dat ziet er ook uit als onweer. Ja, ja, dat is tegen groot, jongens. Nou, ik wou eerst zeggen dat dit het laatste filmpje is van het seizoen, maar we gaan als goed is nog eentje maken, over een paar weken. En dat is dan het laatste van het seizoen. Dat zeg ik natuurlijk nog niet, dat is nog wel plaatsing, maar ik heb heel veel plekjes al in mijn hoofd die ik graag nog even wil bezoeken. Zeg maar. Dan wens ik jullie nog een fijne dag. Tot de volgende keer. Dag.